Woensdag 22 mei overleed Kees Schrama. Barenaar, medewerker van RTV Baren Baren FM, maar bovenal groot jazzmuzikant. In Theater de Speelders werd hij herdacht met een muzikale toast. Naast toespraken van collega's, vrienden en familie werd er veel muziek gemaakt. Na afloop van de ceremonie werd er nog meer muziek gemaakt door de nieuwe generatie jazzmuzikanten in het theatercafé. Dat was ook een van de belangrijke drives van Kees Schrama. De nieuwe generatie moet het jazz in stand houden en wellicht verder ontwikkelen. Kees werd uitgeleide gedaan met een erehaag uit het theater, waarna hij in besloten kring naar het crematorium werd begeleid. Kees Schrama werd 82 jaar.